Welk materiaal hebben we nodig om schroefdraad te snijden? Snijolie, absorberend papier, textiel dat niet pluist, een platte schroevendraaier, het juiste snijkussen. Let op, snijkussens met de letter M voor het maatgetal gebruiken metrische, dus Europese eenheden. Snijkussens met een letter W of G gebruiken Engelse of Amerikaanse diameters. Een schuifmaat om de asdiameter te bepalen. Een wringijzer. Een as. Een zoete vijl. En moeren of kalibers om schroefdraad te controleren. Eerst meet je de diameter van de as, in dit geval exact 8 mm. Span dan de as in de bankschroef. Verwijder eerst de zaagresten door de bovenkant van de as vlak te vijlen met een zoete vijl. Rond de kantjes zachtjes af, zodat het snijkussen mooi over de as gaat. En steek het absorberend papier tussen de bankschroef om overtollige olie op te vangen. Kies het gepaste snijkussen, in dit geval M8, metrische maat, 8 mm buitendiameter. Plaats het snijkussen in het wringijzer. Draai alle stelschroeven aan, zodat het snijkussen stevig in het wringijzer zit. Zet het snijkussen op de as en draai een toer terwijl je stevig druk uitoefent. Zorg ervoor dat het wringijzer zowel horizontaal als verticaal mooi recht op de as staat. Neem snijolie en doe een paar druppels olie bovenop de as. Maak voorzichtig met trage bewegingen en onder lichte druk de eerste windingen. Maak vlotte draaibewegingen zonder terug te draaien. Alleen wanneer de tegenstand te groot is, mag je even terugdraaien om de spanen af te breken. Bedenk wel dat je dan eigenlijk een minder perfecte schroefdraad snijdt. Als je voldoende schroefdraad hebt gesneden, verwijder je het snijkussen door in tegenovergestelde zin te draaien. Met de pluisvrije doek wrijf je de schroefdraad schoon. Controleer of de moer mooi en zonder speling op de schroefdraad past.